Juice, watch out for me, man. Wie zou je ooit in de toekomst willen battelen? Alle personen die macht hebben om de wereld te veranderen in iets goeds. Dus ik zou iemand willen battelen als de prijs was dat alle kids scholing kregen, de juiste scholing en eten. Wat doe je verder in het dagelijks leven? Dansen, rap, workshop, masterclasses. En af en toe doe je niks voor een maand en af en toe doe je niks anders voor een hele maand. Het is gewoon heel moeilijk, het is freelance werk. Je moet het zien als een kunstenaar die zijn schilderijen heeft. Soms heeft hij klanten, soms niet. Het is gewoon keihard wikkelen. Heb je wel eens een echte uitgeleide gemaakt tijdens het dansen? Jawel, wel één keer tijdens een rap battle dat ik iets zei dat, dat ik echt iets fout zei. Omdat als je in een rap battle zit, moet je heel snel verzinnen. En soms zeg je iets doms en dat kan ik nou niet herhalen op camera, maar je moet je fantasie gebruiken. Dus ja, dat was dan wel een beetje verschut. Dat is zeg maar een uitgeleider. Maar ik zorg altijd voor dat ik probeer gewoon de entertainment te zijn. Dus dat mensen toch waar voor hun geld hebben gekregen of wat dan ook. Ik ben Popeye, a.k.a. Gilbriano Kertocalio. Ik represent hiphophuis, paparazzi crew. Ik dans ongeveer 4 jaar. En I'm loving it, man. I'm loving it. Ik ben heel vroeg gaan teachen. Het ging heel snel, heel goed. Lloyd Marengo is mijn docent geweest en heb heel veel van hem geleerd. En dat probeer ik nou een beetje door te sturen. In het begin was ik heel erg geïnspireerd door mijn eigen mentor, Lloyd Marengo. En daarna ben ik heel veel research gedaan over de dansstijl Papin zelf. En heb ik me heel veel laten inspireren door de pioneers zoals Ski the Rabbit, Electric Boogaloos, Slick Dog, Tempo, G-Style. En dat was het voornamelijk in het begin. En nu laat ik me heel veel leiden door de muziek. En inspireren door van alles en nog wat. Door het dagelijkse leven eigenlijk wel. Ja. Was je zenuwachtig bij je eerste optreden? Valt best wel mee. Ik heb zeg maar een soort van alter ego als ik op het on stage sta. Daar ben ik gewoon een monster en dan ga ik er gewoon voor. Bam! Heb je wel eens een echte uitgeleider gehad tijdens het dansen? Nou, niet een uitgeleider in de letterlijke zin, maar ik ben wel eens de andere kant opgegaan. Toen de rest van de boys rechts gingen, ging ik naar links bijvoorbeeld. Dus ja, best wel lelijk. Maar ik probeerde dan altijd goed te verbergen. Gewoon te doen alsof het zo hoort. En gewoon confidence. Gaan ervoor en dan zodoende los je het op. Kunnen kinderen ook datgene leren wat je doet? En waar moeten ze dan zijn? Sowieso hier in het hiphophuis. Dit is mijn vaste locatie. En ik geef ook bij Fabia's Dance Center in Nieuwekerk aan de IJssel. Dat is ook een vaste werkplek. Maar ik doe ook heel veel losse trajecten op, noem het maar op, van Codarts in Rotterdam, de dansacademie, tot en met de dansacademie in Den Haag. Maar ik sta ook wel eens in, Alphen aan de Rijn of zo. Overal, heel de Randstad. CWTW is voor Spangen, zou je daar wel eens een keer willen poppen? Ja, tuurlijk. Zolang er animo is, ben ik aanwezig. En ik werk ook vanuit de crew, de paparazzi crew. En die boys die wonen in Spangen zelf, dus is misschien leuk voor hun als zij dan daar bijvoorbeeld hun ding gaan doen. Hebben ze een beetje affiniteit met de buurt ook. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken hier vanuit het hiphophuis. Ik hoop dat jullie de volgende keer weer kijken. Dit was een leuke aflevering van CWTW.